get on stage for the first time. The curtains and the lights are down low. And I know in a couple of hours it'll be filled with people, and I'm gonna have to steal the show. Hallo, ik ben Zoe. En dit is mijn cameravrouw, Sedaf. We zijn hier vandaag in een... we willen graag weten wat mensen vinden van deze straat. Of ze, wat ze hier positief van vinden. Ik heb het dan natuurlijk over de Frieslandstraat. Hier. De Frieslandstraat, dit is de Frieslandstraat. Hier zie je het bordje waar het op staat. En dit is de hele Frieslandstraat. We wouden graag weten of u wat positiefs weet over de Frieslandstraat. Over de Frieslandstraat? Nou, mijn huisarts is daar toevallig en mijn kapster is daar toevallig. Okay. Maar voor de rest ben ik neutraal. Hallo, zoals ik dus al zei, zouden we naar het speeltuintje gaan. Ik ben nu in het speeltuintje. Zoals je kan zien, kan je hier veel lol hebben, zoals met de schommels, het speelhuisje, met glijbaan, zo kan je zien, en om te klimmen. En daaronder zit ook nog een soort hutje. Hier zit ook draaihekken, een zandbak. Voor de ouders zijn er natuurlijk ook bankjes, als je kind bijvoorbeeld in de zandbak wil spelen. En dan zie je hier ook een soort rijhondje, daar kun je op rijden. Je zou hier eigenlijk ook uitstekend verstoppertje kunnen spelen. Als je al die bosjes ziet en die bomen. Dus hier zou je van alles kunnen spelen. Voetbal, verstoppertje, tikkertje, alles wat je maar wil. En dan gaan we nu weg bij het parkje. Hallo, dit gedeelte hoort nog steeds bij de Frieslandstraat. Zou ik u misschien mogen vragen wat u precies positief vindt aan deze straat? Aan de straat of dit bewust? Of ja, bewust dit is zo. Nou, het is natuurlijk heel erg rustig. Okay. Een hele goede parkeergelegenheid, veel natuur. Okay. Heel veel met de bomen, veel vogels. En wordt heel goed onderhouden. Okay. Ik denk dat dat wel het hele plezier is. Maar het is een hele gezellige en leuke buurt om te wonen. Dat zie je misschien ook wel. Daar zijn een speeltuin. En daar verderop is een park en hierachter is een park. En daar in de buurt ook wel een beetje is ook een soort plasje voor met water. Ja, dus hierachter ook. Ja. Ja, en soms zwemmen de zwanen en we zien nog wel eens een konijn lopen. Oké. Okay. En egeltjes zelf. Egeltjes. Ook, Dus eigenlijk is deze straat ook wel met veel natuur en alles. Ja, nog steeds. Want vroeger was dit een natuurgebied. Okay. En boerderijen waren er. Ja, we zijn blij om hier te wonen. Ja. En met deze twee mensen zijn we aan het eind gekomen van het filmproject. Zoals jullie al wisten, hebben we al gezegd dat het hier heel mooi is.